Inheemsen willen eindelijk wettelijke erkenning van hun rechten op traditioneel grondgebied. Dit is een van de eisen die staat in de petitie die vanmorgen door het dorpsbestuur van Witsanti is overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De inwoners van het dorp geven in de petitie ook aan nooit direct te zijn betrokken bij besluiten betreffende hun woongebieden. Als voorbeeld gelden de besluiten rond de uitbreiding van de Johan Adolf Bengel luchthaven en de aanleg van de Desiree Delano-Bouterse Highway. Beide projecten vormen bedreigingen voor hun voortbestaan. Als gevolg van de bovenstaande is het dorp van Witsanti in november 2019 gestart met het project Versterking van de wettelijke erkenning van rechten op traditionele grondgebied. Wij hebben ons verouderlijk woon- en leefgebied gedemarkeerd en dienen betrokken te worden bij handelingen die gepleegd worden binnen ons verouderlijk gebied. Excellentie, wij stellen u ervan op de hoogte dat wij conform het Inter-Amerikaans Mensenrechtenverdrag het proces zullen opstarten om een aanklacht tegen de staat Suriname in te dienen. De staat Suriname is al sinds het Moyuana-vonnis van 2005, het Saramaka-vonnis van 2007 en het Kalinyalokono-vonnis van 2015 veroordeeld om de rechten van inheemsen en tribale volken wettelijk vast te leggen, zodat dergelijke schendingen van onze rechten niet meer kunnen plaatsvinden. Aan geen van deze vonnissen is gevolg gegeven. Onze bestaanszekerheid en rechtszekerheid zijn in gevaar en we kunnen niet langer leidzaam wachten op acties vanuit de regering. Vicepresident Brunswijk gaf als reactie aan het dorpsbestuur van Witsanti dat het streven is om binnen kort termijn met hen om de tafel te zitten. Zolang er welwillendheid aan weerskanten is, komt er zeker een oplossing, zegt Brunswijk. We gaan zeer binnenkort u uitnodigen. Ik ga dit ook straks ben ik bij de president. Dan zal ik ook voorleggen aan de president, zodat we een team samen stelt om jullie te ontvangen. Niet alleen de vicepresident, maar dat we een commissie samenstelt, kabinetpresident en vicepresident, zodat we jullie kunnen ontvangen. Ook direct met deskundigen erbij, om te kijken naar die problemen van luchthavenbeheer. En ik weet het als ook een mensen die van het binnenland komen wanneer je jarenlang daar wonen en dat op een of andere dag dat die grond wordt afgepakt. Ja? Maar we gaan kijken naar de status en wat de beweegredenen zijn om dat te doen. Dan als de overheid zegt van in landsbelang willen ze iets doen, dan moet het in samenspraak zijn met de gemeenschap ter plaatse. Vicepresident Ronnie Brunswijk. Het dorpsbestuur van Witsanti geeft de regering tot 15 april om met een reactie te komen.